In een hele grote zaal op de politieke tweedaagse, ons congres, eigenlijk trainingsweekend voor onze politici. We hebben heel interessante workshops gehad, lezingen en we gaan nu richting de afsluiting toe. Een grote zaal, coronaproeven, zitten allemaal 1,5 meter van elkaar. Echt gezellig is dat niet, kan ik zeggen, toch? Ja. Maar wel fantastisch dat we elkaar weer kunnen zien live, nietwaar? Ja. Niet te hard, aerosolen, die gaan hier allemaal in de rond. Daar moeten we rekening mee houden natuurlijk. Het podium is vrij en dan betekent dat we door kunnen gaan met onze volgende spreker. En dat is niet zomaar iemand. Na een hele turbulente periode in provinciebestuur in Brabant en na een heerlijke vakantie staat zij hier vol energie. Lid van de lijstadviescommissie voor de Tweede Kamer en allemaal uit hoofden van haar functie verenigingsvoorzitter voor de 10e keer, dames en heren, hier op de Politieke Tweedaagse. Een daverend applaus voor Annemarie Spierings. Goedemiddag allemaal. Wat fijn voor mij om hier voor de 10e keer te mogen zijn. De 2e keer in mijn rol als partijvoorzitter. En vooral wat fijn om jullie weer live te zien. Want die digitale bijeenkomsten die waren fijn, maar ik heb jullie echt gemist. Ik moet nog steeds die 1,5 meter afstand houden. Dat valt me niet altijd mee. Ik hou me er echt zo goed mogelijk aan. Maar in ieder geval fijn om elkaar weer te ontmoeten, om met elkaar weer een borrel te kunnen drinken. Ik denk dat iedereen dat zo heeft ervaren hier op de Politieke Tweedaagse. Gisteren hebben we alles online, digitaal met elkaar gedaan, goede inhoudelijke sessies. Vandaag hier met elkaar aanwezig met een interessant inhoudelijk programma. Ik heb genoten van de sprekers en de vragen die jullie zojuist hebben gesteld. En ik ben blij dat we hier vandaag op een hele mooie manier gaan afsluiten. Wat er vandaag ook heeft plaatsgevonden, daar wil ik toch even kort bij stilstaan, is de vergadering van de bestuurdersvereniging. En de bestuurdersvereniging van D66 heeft 2 nieuwe bestuurders. En die wil ik bij deze even van harte feliciteren. Dat zijn Ojanne de Vries en Robert van Asten. Onze bestuurdersvereniging is verantwoordelijk voor de Politieke Tweedaagse en heeft dat volgens mij weer fantastisch georganiseerd. Als landelijk bestuur hebben wij natuurlijk ook heel wat taken en het afgelopen jaar zijn wij met een aantal onderwerpen heel druk geweest. Onder andere het verkiezingsprogramma. Daar zijn we een jaar geleden al mee begonnen en veel mensen hebben het eigenlijk niet eens in de gaten gehad wat voor een voorbereidingstijd daaraan vooraf gaat. We hebben allerlei sessies gehouden met deskundigen, met onze themaafdelingen. We hebben overal in het land opgehaald, ideeën, inspiratie. Er is natuurlijk door de hele maatschappij van alles en nog wat naar ons toegestuurd. Sommigen sturen het nog steeds toe. Nou, dat moet dan even niet meer naar het landelijk bestuur, maar gewoon naar onze leden, want die zijn uiteindelijk aan zet. We hebben een schrijfsessie gedaan, we hebben een G66, 66 leden, willekeurig geloot. Die hebben gekeken naar ons verkiezingsprogramma, die ideeën hebben aangedragen. We hebben in de periode voor de zomer sessies gehouden over Nederland na corona. Al die input hebben we meegenomen. Als landelijk bestuur hebben we er 2 keer over vergaderd. En inmiddels kan ik u vertellen, wij hebben een concept verkiezingsprogramma. Dat wordt 20 september gepresenteerd, dus ik ga er nog niet al te veel over vertellen, maar ik wil hier wel zeggen dat ik er ontzettend trots op ben. Ik ben trots op onze visie op onderwijs. Ik ben trots op onze sociaal-economische paragraaf, onze aanpak van de klimaatverandering, onze aanpak van de verduurzaming van onze samenleving. Trots op wat we hebben opgeschreven over cultuur, onze visie op Europese en internationale samenwerking. Ben ik nog vergeten? Inclusie, gezondheid, zorg, het zit er allemaal in. Ja, waar ben ik eigenlijk niet trots op? Nu weet ik, bij ons hebben de leden het laatste woord. Ik geloof dat wij op het vorige verkiezingsprogramma 700 amendementen hadden. Ik hoop dat het dit keer wat minder wordt, omdat het gewoon ontzettend veel werk is. Maar het is aan de leden, dus daar waar de leden denken, daar waar u denkt het kan beter, dien vooral een abonnement in. We gaan het verkiezingsprogramma helemaal digitaal via Zoom-sessies en dergelijke behandelen. Een goede toelichting aan de voorkant, vervolgens alles bespreken in diverse blokken. En uiteindelijk op het congres zullen wij met elkaar dat verkiezingsprogramma kunnen vaststellen.
Ik vind zelf dat we een verkiezingsprogramma hebben wat progressief is, sociaal-liberaal en zeker ook groen, waarin we de lijnen uit de afgelopen jaren voortzetten en waarin we tegelijkertijd heldere en scherpe keuzes voor de toekomst durven maken. Dus ik hoop dat jullie dat ook zo met mij zien en dat we vooral nog eventjes gaan fine-tunen om er niet gewoon een 9, maar een dikke 10 van te maken. De afgelopen jaren is er natuurlijk meer gebeurd. Corona sloeg toe, onverwacht, weet ik niet, maar toch uiteindelijk wel veel sneller dan we hadden durven denken, veel heftiger dan we hadden durven denken. En wij hadden ons congres al gepland, dus wij stonden voor de vraag, wat gaan we doen? Congres niet door laten gaan? Ja, dat kan niet, dat kan alleen al vanuit onze reglementen niet, maar dat wilden we ook niet. Dus wij waren als D66 de eerste partij in Nederland met een digitaal online congres. Volgens mij zijn we dat schatplichtig, maar we vonden het vooral ook heel vanzelfsprekend. Natuurlijk houden wij een congres en dat doen we zo goed mogelijk binnen alle beperkingen die er zijn. Ook vandaag een combinatie van digitaal en fysiek hier aanwezig zijn. En daarin houden we ook rekening met mensen waar we misschien niet altijd even inclusief voor zijn. Zowel ons digitaal congres als hier, alles wat we doen, wordt ondertiteld zodat mensen met een beperking in hun gehoor dit ook gewoon goed mee kunnen volgen, zodat ook zij mee kunnen doen in onze samenleving. Ook zoiets wat voor ons heel vanzelfsprekend is, maar wat we andere politieke partijen nog lang niet altijd zien doen. Ook onze lijsttrekkersverkiezing was een interessante combinatie van fysiek en digitaal. Fysiek voor een deel van de leden en voor één van onze kandidaten. En de andere kandidaat was digitaal aanwezig. Dat is ontzettend goed verlopen en daarvoor wil ik bij deze even heel veel dank uitspreken aan alle medewerkers van het Landelijk Bureau en alle themaafdelingen die dit ook iedere keer weer op die manier hebben gefaciliteerd. En ik vind dat daar best een applaus voor mag zijn. Een kleine 2 jaar geleden nam Alexander Pechtold afscheid als fractievoorzitter in de Tweede Kamer en daarmee in feite ook nam onze gekozen partijleider afscheid. We hebben een tussenperiode gehad waarin Rob Jetten het stokje heeft overgenomen. En hoe? Ik heb ontzettend veel complimenten gehoord, overal in de landen, voor hoe Rob het deed. Zijn tour door het hele land, langs de vereniging, om kennis te maken, om met mensen te spreken. Ik moet toegeven, er waren ook mensen die in eerste instantie wel wat voorzichtig waren in een meningsvorming. Een opmerking als, hij is zo jong. Nou, als ik iets een vervelende opmerking vind, dan is het een opmerking over leeftijd en daar een kwalificatie aan hangen. Zowel voor jong als voor oud overigens. Maar wat mij opviel, dat als mensen dan met Rob hadden gesproken, dan waren ze allemaal om. Allemaal. Ik heb niemand gehoord die zei, ik heb met Rob gesproken en het viel me tegen. Dat is toch iets waard. En ik heb ook mensen gehoord, en daar kwam wel een kleine teleurstelling, die zeiden, ik ben lid geworden van D66, want er moet een nieuwe lijsttrekker gekozen worden en ik wil straks op Rob kunnen stemmen. Oké. Dat is natuurlijk maar de vraag of dat hij zich zou gaan kandideren. En Rob besloot om dat niet te doen. En vervolgens hoorde ik van die mensen dat Rob zijn argumentatie, dat ze zijn grootsheid hierin zo ontzettend waardeerden, dat ze zoiets hadden, oké, ik zit bij de goede partij, ook al kan ik niet op Rob stemmen. Nou, hoe mooi. Ik wil met de complimenten die ik hier heb gegeven en waarschijnlijk ook de grote waardering die u in de zaal voelt, een groot applaus vragen voor Rob Jetten. Nou Rob, dit mag toch tellen als een staande ovatie, want staan dat mocht nu eenmaal niet. Die coronatijd is denk ik voor iedereen wel moeilijk geweest op een bepaalde manier. In je privéleven, in je werk, in de politiek. En ook wij als landelijk bestuur hadden zorgen. Hoe houden we de energie vast in de vereniging? Want wij zijn een vereniging van mensen, van leden die houden van die ontmoeting met elkaar. Die borrel aan de bar gezellig vinden en dat inhoudelijk debat ontzettend leuk vinden. Het gaat bij ons hand in hand en soms ook letterlijk een borrel met een inhoudelijk debat.
In eerste instantie hebben afdelingen eigenlijk alle bijeenkomsten afgezegd. En wij zijn heel snel gaan kijken, kunnen we dat digitaal gaan doen? Ook in al die afdelingen, groot en klein. En dat is heel goed opgepakt. En langzaamaan zien we ook weer de eerste fysieke bijeenkomsten, zoals hier vandaag. En zeker voor kleinere afdelingen is dat natuurlijk vrij gemakkelijk te organiseren. Wij vroegen ons af, wat is er gebeurd met de betrokkenheid van onze leden nu er zoveel ontmoeting is weggevallen? En ik ben helemaal gerustgesteld. Want in onze lijsttrekkersverkiezing hebben ruim 11.500 leden gestemd. En dat is echt ontzettend veel. Dit bevestigt dat de motivatie bij onze leden, het je onderdeel voelen van onze D66-familie, dat nog steeds aanwezig is. En bovenal heeft een overweldigende meerderheid op Sigrid Kaag gestemd. En daar ben ik ontzettend trots op, omdat wij een lijsttrekker hebben, een politiek leider hebben, met een ontzettend groot mandaat van onze leden. Dat kunnen niet alle partijen zeggen. Dat enthousiasme in de vereniging, die ruim 11.500 mensen die hebben gestemd in de lijsttrekkersverkiezing. Ik hoop dat we dat enthousiasme vasthouden. Hier zit het kader van onze vereniging. Jullie dragen dit allemaal mee uit naar onze leden in de diverse afdelingen die jullie spreken. Ik zou zeggen, moedig ze aan om dat verkiezingsprogramma te lezen. Moedig ze aan om bij de sessies over de amendementen aanwezig te zijn. Moedig ze aan om daar ook op te stemmen. Maar nog veel belangrijker, moedig ze aan om ook weer de straat op te gaan om campagne te voeren voor dat fantastische verkiezingsprogramma wat wij eind november op ons congres gaan vaststellen. Moedig ze aan om in eerste instantie bij de herindelingsverkiezingen aanwezig te zijn. Ik heb volgens mij een paar gemeentes gezien waarvoor dat geldt. Eemsdelta, Vught, Oosterwijk en Bokstel. Laten we er samen een hele mooie stijgende lijn van maken, want onder Alexander Pechtold zijn wij uit het dal geklommen. Wat jaren geleden inmiddels. Opgeklommen naar 19 zetels. Maar onze ambitie is groot. En samen kunnen wij die 19 zetels overtreffen. Maar dat vraagt niet alleen een ontzettend goede lijsttrekker. Die hebben we, daar heeft u al voor gezorgd. Maar ook ons aller inzet het komend half jaar om te laten zien waar wij voor staan en dat wij Nederland hebben kunnen besturen, willen blijven besturen en ook gewoon de beste partij zijn om dat te doen. Dank u wel. Dank u wel, Annemarie Spierings. Een prachtig verhaal, mooie middag, veel trots en waardering en helaas kunnen we inderdaad niet staan, maar je voelde de aandrang, Rob, om te willen staan voor de waardering voor jou. Een hele mooie middag en the best is yet to come, zou ik willen zeggen, en wel nu. Het is fantastisch om verkozen te zijn tot D66 lijsttrekker voor de verkiezingen volgend jaar. Het is tijd voor nieuw leiderschap voor iedereen in Nederland. Sigrid Kaag en samen maken we D66 de allergrootste partij. Van Breda tot Groningen, van Zoom-sessie tot Teams, trok ze de afgelopen weken door het land en we vielen als een blok voor haar. Massaal stemden we voor haar en kozen ons nieuwe boegbeeld, onze inspiratie, dames en heren democraten, de D66-leider Sigrid Kaag. Partijgenoten, vrienden, 3 jaar geleden zei ik ja tegen de politiek. Ja tegen Alexander, voor het ministerschap. En nu zegt u ja tegen mij. Ik dank u voor uw vertrouwen en echt uw overweldigende steun.
Ik kreeg natuurlijk ook waarschijnlijk, zoals velen van ons, ik kreeg appjes. Maar een bijzondere app van één vriendin en die zei, ja Sigrid, wat heb je nou eigenlijk met die democraten gedaan? Het is een communistische uitslag. Maar goed, dat was voor de verkiezingsuitslag van de SGP, dus van de staatkundigen, moeten we het natuurlijk hebben. Dit gezegd, wie idealen heeft, moet verantwoordelijkheid nemen. Haar nek uitsteken op het moment dat het ertoe doet. En dat moment is nu. Ik heb u de afgelopen tijd leren kennen in mijn rondgang door de partij, online en fysiek. En ik heb bevestigd wat ik eigenlijk al wist. Dat het met onze debatcultuur en onze ideeënrijkdom heel goed gaat. Er is niets mis mee. Er waren ook verrassingen. Zo heb ik kennis gemaakt met die andere Haagse outsider, Ton Visser. Ton, dank voor je inzet. En wat ik ook niet had verwacht bij mijn kandidaatstelling, dat ik niet alleen werd gevraagd, zoals gebruikelijk, over mijn echtgenoot, maar ook over mijn sekse. Laat ik het hier dan nog maar eens een keer zeggen, dat ik kandidaat ben voor het torentje, voor D66, maar dat die ambitie niet voortkomt uit het vrouw zijn. Die ambitie... Die ambitie stoelt op mijn overtuigingen en opvattingen over het Nederland dat ik in de toekomst voor me zie. Als mens. U kiest mij voor de toekomst. Maar wie de toekomst wil bepalen, moet het verleden begrijpen. Van mijn voorgangers probeer ik dan natuurlijk het goede te behouden. De vernieuwingsdrang van Hans Vermierlo, de vooruitziende blik van Jan Terlouw, de vrijzinnigheid van Els Borst, de onderwijsliefde van Tom de Graaf, de strijdlust, de daadkracht en het rechtvaardigheidsgevoel van de one and only Alexander Pechtold. En ook hij mag niet staan. In meer dan een halve eeuw democratische politiek is veel hetzelfde gebleven. We zijn blijven wikken en wegen. We grijpen met overtuiging naar het schijnbaar onmogelijke. We respecteren waarheid en dilemma's. En we gaan soms onderuit. Maar wat is veranderd is even fundamenteel. We zijn gelukkig gegroeid. Wat we nu beter begrijpen is dat vertrouwen in democratie valt en staat met bewezen, geleefde resultaten. Dat het geen zin heeft voor mensen om naar de stembus te gaan als er daarna nooit iets verandert. Die lessen hebben we de afgelopen jaren in dit kabinet toegepast. Daar ben ik trots op. Op sommige momenten beviel het natuurlijk beter dan op andere. Maar tegen de mensen die zeggen dat we dit nooit hadden moeten doen, zeg ik dit. Praat eens met de leraar die zijn salaris zag stijgen met 10%. Ga op bezoek bij het familiebedrijf dat al haar mensen tijdens de lockdown in dienst heeft kunnen houden. Knoop een gesprek aan met een Syrische nieuwkomer die dankzij de taalles vanaf dag 1 al echt mee kan doen. En leg uw oor te luister bij de kersverse vader die nu 6 weken betaald verlof krijgt voor de eerste momenten met zijn kind. Verdiep u in de nieuwe generatie, ondernemers die aan de slag kunnen met het klimaatakkoord. Denk aan de lach van het 9-jarige jongetje Nimmer, toen hij hoorde dat hij en honderden andere lotgenoten voor altijd mochten blijven in Nederland, in hun land. Zonder D66 was dat allemaal niet gebeurd. Al die tastbare verbeteringen heeft u bereikt. Al die stappen naar een betere wereld in een vrijer land heeft u bereikt. Zonder uw steun, ideeën en de rechte rug was het niet gelukt. Politiek werkt als het werkt voor mensen. Dat heb ik als minister gezien. Maar de politiek werkt niet altijd zoals het moet. Er heeft me de afgelopen jaren ook iets getroffen op het Binnenhof. Te vaak wordt er gegrepen naar een magisch beschermend schild dat kennelijk alle moeilijke keuzes vanzelf afweert. Dat magische schild, u weet het al, wordt genoemd draagvlak.
Als de peilingen laten zien dat sommige mensen zich zorgen maken over de kosten van het klimaatbeleid, dan wakker je onrust aan over de wetenschap. Als de peilingen laten zien dat sommige mensen zich zorgen maken over de Europese economie, dan maak je de Italianen toch verdacht. Als de peilingen laten zien dat sommige mensen geen prioriteit zien in het uitbannen van institutioneel racisme, dan zeg je dat Zwarte Piet alleen maar een traditie is. Partijgenoten, dat is geen leiderschap. Dat is peilingenpolitiek. En het is gewoonweg mensen niet serieus nemen. Het is het begin van een vicieuze cirkel. Want ook in de politiek geldt, je oogst wat je zaait. Als mensen debat na debat worden uitgemaakt voor nieuwkomers of verteld worden dat nieuwkomers en Nederlanders met een biculturele achtergrond het er niet toe doen, dan moet je ook niet verbazen dat bijna niemand meer weet hoe goed het gaat, hoe goed het ook gaat met integratie. Zelfs zo goed dat 1 op de 3 kinderen met een Marokkaanse achtergrond naar de HAVO of het VWO gaat. En als de Tweede Kamer het theater wordt van de respectloze retoriek, moeten we niet verbaasd opkijken als het vertrouwen in de politiek afbrokkelt. Dat is waar peilingenpolitiek toe leidt. Dat moet dus anders. Dat vraagt de inzet van ons allemaal. Maar dat vraagt ook nieuw politiek leiderschap. Politiek die probeert te overtuigen vanuit de eigen kracht, ook voordat de peilingen het draagvlak laten zien. Politiek die door idealen en argumenten weet te binden en het daardoor ook weet te verbinden. Partijgenoten, mijn drijfveren om nu hier voor u te staan als lijsttrekker en als partijleider hebben alles te maken met de crisis die wereldwijd gaande is en ook Nederland diep raakt. Het heeft ook alles te maken met de toenemende verdeeldheid in ons land en met de afkalvende positie van Nederland in Europa. De crisis hakt erin. We weten niet wat er nog op ons afkomt. Het kan meevallen, maar het kan ook echt nog erger worden. De verkiezingen zullen gaan over hoe de politiek omgaat met deze onzekerheid. Hoe we mensen het gevoel kunnen geven dat hun lot bij ons in echt veilige handen is. De verkiezingen zullen voor mij dus ook gaan over de jonge mensen die hun eerste baan of eerste huis niet kunnen kopen of huren. Over de ondernemers die kampen met de economische gevolgen van een crisis. Over meer dan de helft van de Nederlanders die willen bijdragen aan een economie en samenleving, maar worden gediscrimineerd bij hun sollicitatie al op basis van afgrond of leeftijd. Of beide. Over kinderarmoede, over toenemende dakloosheid en ongelijke kansen. Wij kunnen weer samen vooruit. Daar ben ik van overtuigd. En het hangt niet alleen af van wie dit land leidt. Ik geloof boven alles in mensen. In de kracht van hun samenwerking die grote tegenslagen helpt overwinnen. In hun vermogen samen te leven. Mensen willen uit deze crisis komen met perspectief, met hoop. Middenstanders die ondanks tegenslag en oneerlijke concurrentie plannen maken die dorpen en steden levendig houden. Boeren die ons eten op tafel willen zetten met oog voor mens en natuur. Gemotiveerde leraren die na maanden van kunst en vliegwerk thuis achter de computer eindelijk weer terug zijn in hun klas met hun kinderen. Laten we hen welkom heten in een nieuwe economie, een menswaardige economie. Een dynamische en moderne economie waarin niemand achterblijft. Waarin ondernemers en mensen in publiek werk de ruimte krijgen om te doen waar ze goed in zijn en waarvoor ze vaak ook echt dat vak hebben gekozen. En waarin de belangen van planeet, mens en planeet echt in balans worden gebracht, samen met die van de economie, maar dan een economie van de toekomst. We kunnen trots zijn op ons land, het is al ook vaak gezegd. We kunnen trots zijn op onze geschiedenis en onze plaats in de wereld. Maar we moeten er niet van uitgaan dat die vanzelfsprekend is. We moeten er wat voor doen, elke dag weer. Want de wereld verandert en oude wegen lopen dood.
Onze bondgenoten in de Engelssprekende wereld drijven af. De kwaliteit van onze informatievoorziening kraakt onder het gewicht van de techmonopolies. De uitputting van de aarde dreigt het leven van mens en dier onleefbaar te maken. En in Belarus, om maar eens een voorbeeld te noemen, willen mensen nu zelf hun toekomst bepalen. Maar de schaduw van Rusland hangt al over het land. En het Midden-Oosten draagt met haar smalle schouders nog altijd de zwaarste last van de grootste vluchtelingencrisis. En in China denkt men over het zijdegat dat wij Europeanen elders in de wereld hebben laten ontstaan. In die omstandigheden valt nu ook de grootste mondiale economische crisis. Democraten, wat ik maar wil zeggen, dit is dus het moment om naar buiten te kijken. Dit is het moment om eer te doen aan onze internationale blik. Onze strijd tegen het virus winnen we alleen door wetenschappers die wereldwijd samenwerken. Ongeacht de tijdelijke grensafsluiting. Onze welvaart is afhankelijk van internationale handel. De lucht die we inademen en het water dat we drinken zijn afhankelijk van afdwingbare internationale klimaatafspraken. En waar het met zachte afspraken niet kan of niet lukt, moet het met regels en recht. Daarom zijn wij vanaf onze oprichting pleitbezorgers van de integratie van Europese landen. Vanaf het begin heeft Nederland gebouwd aan dat Europese huis. Nu het overal in de wereld begint te regenen, lijkt het me echt tijd om er once and for all een dak op te zetten. Laat Nederland het voortouw nemen. Het is tijd voor een echte Europese democratie. Echte Europese defensie. Betekent dat een opoffering van nationale soevereiniteit? Ja, daar moeten we eerlijk over zijn. Maar het betekent ook het aannemen van een grotere Europese soevereiniteit. Die de weg plaveit naar welvaart en welzijn voor iedereen. We zijn Nederlanders en dus zijn we ook Europeaan. Bij onze nationale driekleur horen de gele sterren net zo goed als de oranje wimpel. Partijgenoten, als uw politiek leider zal ik alles geven waar we samen in geloven. Waar we samen voor staan. Voor de rechten en kansen van ieder mens om te worden wie ze willen zijn. Voor de verbinding die ontstaat tussen mensen als we bereid zijn elkaar te zien, elkaar te horen en naar elkaar te luisteren. Voor het Nederland dat zich openstelt voor mensen die het minder hebben dan wij. Vanuit de overtuiging dat het dekken van een langere tafel altijd beter uitpakt dan het bouwen van een nog hogere muur. We kunnen een sterker en rechtvaardiger land bouwen. Het kan. Maar de vernieuwing die nodig is, komt niet vanzelf. We hebben iedereen hard nodig. En daarom doe ik u vandaag een belofte. Bij deze campagne is iedereen welkom. Iedereen. En het doet er niet toe van welke partij, vakbond of omroep je lid bent, of liever gezegd was. Het doet er niet toe hoe je eruit ziet of met welk accent je spreekt. Nederland is van iedereen en D66 is voor iedereen. Ik zal ook ongetwijfeld mensen teleurstellen. Maar het soort politiek dat mensen bij ons en bij mij zullen vinden, dat hebben we zelf in de hand. We zijn er zelf bij. En we dragen het helder uit. Politiek die niet vastloopt in ideologie, maar draait om de zaak zelf. Politiek die zich niet richt op deelbelangen, maar om de som der delen. Alledaagse politiek van brood en banen en tijdloze politiek van waarden en normen. We komen sterker uit de crisis als we zorg dragen voor elkaar en een ander. Groots denken en nog grootser durven te doen. Dat is onze belofte aan de kiezer. Dat is de opdracht die u mij vandaag geeft. Dat is nieuw leiderschap
voor Nederland. En nogmaals, dank voor uw vertrouwen. Dames en heren, Sigrid Kaag. Dankjewel, hartelijk dank. En daarmee zijn we op het einde gekomen van onze politieke tweedaagse en deze mooie historische middag. Een aantal huishoudelijke mededelingen nog. We gaan deze zaal coronaproof verlaten. Dat betekent dat we rij voor rij dat gaan doen. Dus nou ja, vanavond 6 uur mag u weg hiervoor. Rij voor rij, dan gaat u naar beneden, daar staat de bochel en dan kunt u daar zitten. U hoeft niet in rijen voor de bar te gaan staan, maar de drank komt naar u toe. Wat een fantastische middag. Dan ronden we hier af, dan nodig ik Sigrid Kaag weer terug op het podium, maar niet zozeer voor de zaal, maar dan gaan we hier interviews organiseren met de pers die één voor één hier naar voren mag komen. Dit was het einde van deze tweedaagse. Heel hartelijk dank aan de bestuurdersvereniging, Mieke Damsma. Op naar ons najaarscongres, op naar de campagne. Voor nu, goed weekend.